Ja, Audi is toch wel mijn auto. Ik heb, volgens mij heb ik er nu 11 of 12 gehad. Goedemorgen. En hij heeft me eigenlijk nooit in de steek gelaten. En ik vind het gewoon een hele mooie, nette auto. Het rijdt heerlijk. Het ziet er mooi uit. En ik ben er gewoon blij mee. Ja, dit is mijn eerste volledige elektrische auto. Ik heb ook al een Q7 e-tron gehad. Maar dit is wel heel bijzonder. En wat ik ook heel erg leuk vind, dat mensen allemaal zeggen, oh, mooie auto, een duimpje. Hey, ik had even een verzoekje. Kun je met de scooter een foto maken van het huis van Andy van der Meijden en Melissa in Apeldoorn? Ja, tuurlijk. Wanneer moeten ze dat hebben? Nou, dat willen ze vandaag nog hebben. Oké, nou dan, ik ben nu op weg naar Utrecht, dan rijd ik daarna wel even door naar Apeldoorn. Kijk, ik rijd 60.000 kilometer per jaar. Het scheelt me dus heel veel geld in brandstof. Je bent met het milieu bezig, ook belangrijk. De bijtelling is ook iets wat meespeelt natuurlijk. Geen wegenbelasting, 6 jaar gratis onderhoud. Nou, dan kom je terug, kopje koffie in je handen, auto aan de paal, helemaal vol, 100%. En nu van Apeldoorn naar Amsterdam. En daar moeten we nog 53 kilometer voor rijden. Het is altijd druk hier in Amsterdam op de grachten. Maar hier om de hoek heb je 2 elektrische palen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd plek daar. Vandaag ruim 250 kilometer gereden. En bijna 250 kilometer over als ik dadelijk thuis ben. Nog 246 kilometer over. Prima dagje dus. En morgen weer.